Je komt soms kom je dingen tegen waarvan je zegt, hé, hey, dat is best wel leuk, in druk dus. En dat wordt gemaakt door? Door Teun Wolzak, het is voor de Occupy. Voor Occupy? Wat, ja. En wat voor oplagen verschijnt het? Op dit moment, dit oktobernummer is in een oplage van 250 exemplaren. Ja. En in november proberen we het op te... Ja, dat het naar 350 gaat. En we hebben een doelstelling dat we in februari naar de 1000 gaan. Zo. Maar dat is toch allemaal handwerk? Moet dat niet allemaal... Hoe kom je aan de informatie? De informatie, dat halen we vaak van Facebook dus, en van de site van Occupy. En, we proberen dus Occupy ook via de papierkant zeg maar bekend te maken en onder het publiek. Ja. Ja, en is dat niet milieuonvriendelijk, papier? Dat is een afweging. Dat we zeggen, ja, we willen ons verhaal kwijt. Ja, we hebben geen andere middelen op dit moment wat dat betreft. Maar daar gaan we wel naar kijken. Ja. En hoeveel is de uitgave is dit? Dit is uitgave 7. Het valt niet zo goed te zien. Dit is uitgave 7 dus. We hebben één keer een dubbel nummer gehad met de vakantie. Dat we dachten, nou, laat maar één maand overstaan. Maar dan wel even een dikke nummer. Ja. Leuk. Ja. En je denkt er nog voorlopig wel mee door te gaan? Ja, ik denk dat er nog heel wat uiteengezet moet worden. De komende keer willen we het in sterke mate over de vluchtelingen, de uitgeprocedeerde vluchtelingen hebben, wat een hot item aan het worden is in Nederland. Ja. En hoe kunnen we dat dan kwijt? Als iemand zeg maar bericht wil schrijven of kwijt wil in dat blad, in Occupy Den Haag. Wat dat, zo heet het ook. Het naam is... We hebben de naam van Occupy genomen, Occupy Den Haag. Ja, ja. Maar dat is even afwachten, want we zijn ook in bespreking met Rotterdam. Ja. En misschien dat we het met de tijd heel Occupy Nederland erbij betrekken. En dan gaan we kijken hoe we het dan gaan doen. Maar als de mensen op internet naar occupydenhaag.org gaan, dan kunnen ze... Is de bedoeling, maar dat moet nog verbeterd worden. Edwin doet dat. Ja, ja. Edwin werkt ook wel mee. Oh, Edwin werkt ook wel mee. Ja, ja. Vooral het redigeren. Ja, ja. Is zijn werk. Ja. En dan is het ook op de site van Occupy Den Haag te vinden. Oké. Ja. Nou, bedankt. Oké. Okay.